Hi, Blakey. Blakey. Ja, kom maar. Ja, niet doen, maar. Goedemorgen jongens, dames, familie. Ja, mijn naam is Karin Stammel van de Werf. Mijn man dat is Roderick Stammel van de Werf. En jullie zijn beland op het vlogkanaal van familie Stammel van de Werf. Ja. Ik loop dus nou lekker buiten met de doggies. Erg gezellig. En ja, heel veel kijkplezier. Ja. Ze lopen lekker bij, rustig, hoop ik, tot nu toe. Yo. Hey, lekker ding. Ga mee. Ja, hè. Ja, want je hoeft niet zo te trekken. Is niet nodig. Uit in die uit. Stoppen. Uit zo. Slappe lijn. Net als je zus. Slappe lijn. Kom maar, kom. Ja, gemeente doe hier zo van. Laaghangende spul hier. Ik kan niet eens normaal doorlopen, joh. Nope. Hey, Blakey. Blakey. Ja, kom maar. Ja, niet doen, maar. Blijf zitten. Kom dan, laat je zitten. Hey. Blij ei. Beauty. Met z'n drie hoor. Ga je nu weer zo mee of niet? Ja. Kom. Ja. Oh, mag ik bij meisje? Tot later. Doei doei, love you. Doei doei. Ja, toen zat ik even lekker, even weer lekker buiten. Ja, lekker met de fiets. Helemaal geweldig. Yep. Gezellig lekker buiten. Aan het opletten. Alles kan tegenwoordig. Vind ik leuk. Opletten en lekker vloggen tegelijk. Helemaal geweldig. Ja. Waarom ook niet? Ja, lekker toch? Lekker in het zonnetje. Heerlijk. Oh, even een stukje aan het lopen. Lekker. Lekker. Heerlijk.
Ik ga nou weer even richting fietsen. En dan ga ik even lekker zitten. Kijk, in de schaduw. Ga ik even lekker zitten. Heerlijk. Mag niet klagen. Het is lekker weer. Dus ja. Kijk. Ik ga hier gewoon lekker zitten. Kijk. Lekker op het zand. Gras, zand. Ja, zo. Hè? En ik zit. Wat kan het leven toch lekker wezen. Ook al is er een crisis. Slash griep. De corona. Ja. Ach ja. Maar iedereen die denkt er anders over. Zoals ik ook. Maar ja. Maar oké, maakt niet uit. Het is gewoon lekker weer. En daar geniet ik van. Ja. Ik wel. Er was bijna een vliegje omhoog. Is niet handig, niet. Nee. Ik heb hier een heel lief hondje. Genaamd Lady, die lekker aan het bedelen is. Ja, ja, ja. Maar je bent wel lief. Ja. Lady. Ben je lief? Wat? Wat doen wij daar? Hai. Nee, ga lekker op balkon. Balkon. Miep, 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 miep. Knuffel. Knuff. Ik hoorde wat. Ja, maar ik hoorde wat. Lof. Knuff. Knuff. Knuffie. Nou, ga af. Nee, Loffie heeft er geen zin in. Er staat hier zo'n grote vrachtwagen en dit is een Scania. Ja, dat is een hele mooie Scania deze. En meisjes? Ja hè? En dan staat daar ook een hele grote vrachtwagen. Ja, wat handig. En ik ga zo even lekker op bed liggen. Yep. Ja, nou, en daar ben ik dus weer. Ik zou dus eventjes een uurtje naar bed gaan, maar het is nu alweer ruim iets over 7:30 of zo. Dus ja, dan heb ik het gewoon even weer nodig gehad. Ja, waarom niet? Kan allemaal gebeuren. Dus ik heb nou weer Ro aan de telefoon. Ook gezellig. Gezellig, gezellig, gezellig. En ja, zometeen even eten. Ik heb zometeen zin in een kippiekorn. Ik heb er nog 2 volgens mij op mijn hoofd. Yep. Yep, dat is mijn voet. En dan moet sowieso zometeen even vuilniszakken leeg. Yep, want die stinken. Ja, en het is niet lekker als die stinken. Nee. Dus die ga ik even alvast klaarzetten, want dan kan Rodi zometeen gelijk in de prullenbak daar. Eens op straat in. Scheelt weer. Kan ik het alvast even klaarmaken hier? Dan kan ik het naar beneden donderen. Dan kan hij even opruimen zo. Kijk, scheelt weer toch? Vele handen maken. Juist, precies. Lichtwerk. Juist. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar hier zit dus een ring. Ik heb hem nou net aangedaan. En er kwam een hele mooie ring. Op het olie zelf eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Dat is ook wel heel mooi om te zien. Ja. En zo vies is hij nog niet. Zo mooi. Ja, en ik ga lekker kipcorn eten. Lekker. Heb ik zin in. Yeah, van de Jumbo. Hi. Hi. Hoe gaat het? Ja, wel redelijk. Ja. Ja, ook wel goed. Dat is mooi. En je hebt even lekker bij je kunnen slapen? Ja, dat wel. Vertel hoe ging het weer op je werk deels? Nou, en je mag niet alles vertellen, maar... Het was weer vroeg opstaan. Ik ben niet zo'n held in. Mhm. We waren niet ultra vroeg. Mhm. Nou,
gewoon lekker 5:30 opstaan. Prima. Vroeg genoeg. Mm-hmm. De ultravroege dienst is om 5:30 beginnen. Dat is helemaal niet aan mij besteed. Nee. En dan lekker tot 3:00 doorwerken. In de fabriek, onder andere. Lekker toch? Ja. Mm-hmm. Dus, genoeg gedaan. Mooi. Dat is fijn. Zekers. Wil je nog wat kwijt aan de lieve familie van ons? Nou, net een lekker biefstukje al. Mm-hmm. Van de supermarkt met de aanbiedingen. Ja, Jumbo, ja. En net een ijsje al. Ook lekker. Lactosevrij vanilleijs. Ja. Dat toch lactose bevat, omdat jij het niet tegen kan. Dus. Maar dat is wel lekker. Dat is mooi. Jammer genoeg zijn er gembertjes op. Waarom jammer? Nou, ik heb vanilleijs met gember gehad. Nu heb ik vanilleijs zonder gember. Mm. Ja, handig. Lekkere groene paprika. Oh, en jij gaat maar snel je huisje weer in. Ja, oké. Ik kan niemand aan die paprika komen. Ja, echt hè? Ik ga hier even omlopen, zodat ik er aan de andere kant kom. Kom maar. Kom. Ding erop. Tijdelijke halte. Nog steeds. Dit wordt hier de nieuwe halte. Mooi, hè? Ja, kom maar. Ja, kom maar. Hé, hey, nee. Kom. Gaan we zo meteen mooi even op het fietspad lopen. Zo. We zijn lekker bezig, dame. Hey. Kijk.
mooi aangebracht. De tram heeft dus nu ook geen voorrang meer, dat is leuk. Kom maar. Kom, schat. Nee, dat gaat niet. Kom, deze kant op. Goed zo. Kom maar, kom. Nee, lief, dat gaat niet. Kom dan. Snuffel, snuffel, snuffel. Ja, moet ook gebeuren. Ja, kom maar. En zo wordt het. Kom schat, kom maar. Ga mee. Kom dan. Kom dan. Kom maar. Er gaat water in hier. Ja, doe maar. Met z'n tweeën. Zo, ik ben nou lekker aan het lopen met mijn grootste vriendin. Ja, met mijn grootste vriendin. Ja, heerlijk. En er zijn allemaal vliegjes hier. Bleh. Bleh. Dat is niet al lekker, nee. Maar oké, maakt ook niet uit. Nope. Het is mooi weer trouwens, mensen. Echt heerlijk. Allemaal kleine rotvliegjes, man. Bleh. Ja. En Lady heeft het lekker naar de zin. Ja. Vind ik leuk. Ja. Vind ik grappig. Lekker een groot blok met te lopen. Moet toch kunnen? Ja. Naar mijn idee wel hoor. Hé? De tola. Ja. Je bent snel. Hallo! Oh, het is wat ook een lekker ding ook. En weer vliegjes, ik ga niet vliegjes appen. Nee, geen zin in. Blah. Geen vers vlees voor mij. Nope. Voor mij niet. Oh, dag. Ja, ik denk al. Hoi. Ja, hoi. Doei, mazzeldeukjes. Ja. Nou, ik ga de lucht even voor jullie filmen.
deze kant. Kom maar. Kom maar. Kom. Kom. Nee, meisje. Hier weg. Niemand. Kijk al. Hier weer lady. Daar rond het lucht. Kijk hoe mooi. Zo, lekker naar een grote wandeling van 1 uur en 15 minuten en bijna 6 kilometer zit ik weer lekker op het achterbalkon. Lekker aan het genieten van dit heerlijke, zalige weer. Ja, heerlijk toch? Ja, waarom niet? En wat moet jij? Wat moet jij dan? Kom je dan ook nog even zitten? Nee? Ja. Jullie zijn... Nee, nee. Ga maar liggen. Allee, die heeft dorst. Ja. Dus? Lief? Hey. Ja, en daar ben ik weer. Ja, een hele goede avond. Ja, het is alweer nacht eigenlijk. Ja, als ik het zo goed bekijk, is het gewoon nacht. Ja, het is nu al, is eigenlijk 26:05. Het is nou dinsdag, net 12 over 12. Ja, handig. 12 over 12. Ja, 00.12. Ja, en nu 13. Aha, 13 over 12. Scheelt weer. Ja. Nou ja, hey, lieve YouTube-familie, mocht je deze vlog dan leuk vinden? Hé, hey, wat let je dan? Hier zit een belletje. Als je nou eerst daarnaast, naast het, op het rode button klikt, abonneren, en dan daarna het belletje aandoet, blijf jij op de hoogte van alles wat wij, ik inplan op YouTube. En YouTube doet het wel weer online voor mij. Hé, hey, scheelt weer. Ja toch? En dan heb je nog een duimpje, doe die dan ook even aan. Of het nou omlaag is of omhoog, dat maakt niet uit. Dan heb je toch een duimpje blauw gemaakt. Hé, hey. Ja. En laat dan even een leuke reactie achter, hieronder. Ja, dan reageren we als wij daar tijd voor hebben. Kan even duren, maar we reageren wel. Ja. En elke huisje heeft zijn kruisje. Dus ook, ja, Russisch komen er ook wel eens in voor. Ja. Hè? Ja, nou, dat moet kunnen. Ja, toch? Maar hey, ik zou zeggen, lieve familie, stammen van de wereld. Ik zou gewoon zeggen, abonneren, belletje aan, duimpje en reageren. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn liefdelige moeder, Corina Luisterburg de Jong. Dus Corina en de Beestenboel, als je het zo fijn wil zeggen. Doe dat dan ook eventjes. Ja, hey, dankjewel en tot morgen maar weer. Doei!